Dat is ook de hand van de producer hoor, als het aan mij had gelegen. Ik heb het allemaal opgedragen aan iedereen die geboren is in het jaar 2008. We wouden graag een gevarieerde plaat maken. En dat hebben we op twee manieren gedaan. Eén door de songs te selecteren. De songs zijn allemaal wel verschillend van elkaar. Weet je wel, er staan geen twee gelijkbare songs op. We wouden gewoon die muzikale verscheidenheid gewoon een beetje uitbreiden. En we voor ieder nummer gewoon gedacht, wat is de mooiste sound? Een goed popliedje is een autonoom wezen. Weet je wel, het is weliswaar beïnvloed door de tijd en de maker en door alles ofzo, maar als het echt goed is, dan staat het los daarvan. Goede liedjes, zeg maar, die nemen telkens andere vormen aan onder andere omstandigheden. En daarom is het ook eigenlijk vaak een slecht idee om een soort van stempel op te drukken van dit is het en dit is dat is wat het is. Ik heb een liedje dat heet Once I Was a Lady. Weet je, ooit was ik een dame. En als ik dat, toen ik dat in Nederland zong voor de eerste keer, hebben mensen een beetje gniffelen van haha, hij is een gozer en dan zing ik dat hij ooit een dame was. Maar in Afrika zong ik het op sommige plekken en daar was het echt van, what the fuck, weet je. Dit is echt heel weird of zo, weet je. Dan was het gelijk heel bijna seksueel subversief dat een man dat überhaupt zou zingen. Ik laat ook gewoon mijn liedjes zeg maar beïnvloed worden door omstandigheden. Ik laat het ook gebeuren, want dat vind ik een interessant iets. Betekenis van teksten is iets wat volgens mij meer gelegen is de relatie tussen de luisteraar en de muziek, dan in de muziek en de muzikant. Ik was vroeger echt een gabbertje, weet je wel. En ik hou gewoon van die house en beats. En ik geloof dat er nog veel meer gedaan kan worden op het gebied van de combinatie van melodie en harde beats. Dat is zeg maar nog, het is niet onontgonnen terrein. Maar ik denk dat daar nog heel veel spannende dingen gebeuren. Dus wie weet, misschien volgende plaat.